Dag iedereen, jullie kijken weer naar de Zeeuw van Vlaanderen. Dit weekend start in Brugge Poëzie in Dubbeltijd. Een cultureel project waarbij woord en beeld centraal staan. En Guido Gezelle mag daarbij niet ontbreken. De dichter is geboren in 1830 in de Sint-Annawijk in Brugge. Een sfeervolle buurt en een ideale plek om kennis te maken met het verleden van deze bijzondere dichter. Lijk een zeerbare als ze breekt, lijk een bare schuim getopt, rolt het lied en breekt in het laatste vers en het slotwoord. Dit is een van de gedichten uit de favoriete top 10 van Gerrit Komrij. Dat uitgerekend zo'n eigenzinnig dichter nu nog de grootste bewondering heeft voor Guido Gezelle. Want voor velen is Gezelle's poëzie een vervelende herinnering aan de schooltijd. Onze generatie heeft een eenzijdig beeld van inderdaad de priester-dichter met het kruisken en dergelijke. Men heeft dat eenzijdig willen aanbrengen en dat is zeer ten onrechte geweest. Zelfs Stijn Streuvels, de neef van Gezelle, was al boos. Voor wie over de afkomst en de jeugd van Guido Gezelle wat meer wil vernemen, is de Sint-Annawijk de plaats. Dit stukje authentieke Brugge maakt deel uit van het kunstparcours dat aan Poëzie in Dubbeltijd is gekoppeld. In 1830, in het jaar van de scheiding van België en Nederland, is Guido Gezelle in dit huis geboren. Zijn ouders waren toen in dienst van een rijke adellijke familie. Met het oog op het poëzieproject wordt het museum opnieuw ingericht. Er zijn twee elementen bij de poëzie van Gezelle die heel belangrijk zijn. Dat is het element natuur en dat is het religieuze. Het religieuze blijkt hij vooral via zijn moeder doorgekregen te hebben. Het element natuur via zijn vader, die dus eigenlijk tuinman was. Het museum mag dan wel tijdelijk gesloten zijn, maar wie in de museumtuin rondwandelt, krijgt al een goed beeld van de wereld van Guido Gezelle. Van hieruit heb je onder meer een prachtig zicht op de molen, waar Gezelle als kind naartoe trok om te luisteren naar de molenaar die hem uit de Bijbel voorlas. Guido Gezelle woonde hier tot zijn 16e, tot hij naar het seminarie trok om priester te worden. Gezelle heeft geschreven van zijn 16e jaar tot hij stierf. En toen was hij amper 69 jaar. Maar dat binnenin, in dat kortere leven, heeft hij wel 26 boeken geschreven. Boeken en boekjes. Hij heeft 35 brochures samengesteld en hij heeft liefst voor 35 kranten en tijdschriften gewerkt. Hij was een goede journalist ook. Maar het belangrijkste is natuurlijk, of zijn zijn gedichten. Hij schreef een oeuvre van wel 2000 gedichten en 400 onafgewerkte fragmentjes heeft men achteraf ook nog gevonden. Dat is natuurlijk gigantisch. En niet te vergeten misschien het meest merkwaardig van zijn oeuvre, zijn vertaling van Henry Longfellow's Indianen-epos Hiawatha. Enkele straten verder van het Gezellenmuseum in Sint-Anne-kwartier heb je het Engels klooster, de plek waar Guido Gezelle zijn laatste dagen sleet. Zijn hele leven droomde hij ervan om naar Engeland te trekken. Gezelle heeft altijd gedroomd om missionaris te worden in Engeland. Vanuit het bisdom was men daar niet zo erg een voorstander van. Maar Gezelle redeneerde, kijk, als we de Engelsen kunnen bekeren, dan bekeren we eigenlijk heel de wereld, omdat de Engelsen zoveel koloniën hadden. En op het einde van zijn leven dan heeft Gezelle de kans gekregen, of de opdracht gekregen, om geestelijk directeur te worden hier van het Engels klooster. In 1999 vonden heel wat Guido Gezelle-vieringen plaats, naar aanleiding van zijn 100ste sterfdag. En dat was meteen de start van een Guido Gezelle revival. Een resumschrijvers en acteurs hebben zijn oeuvre herontdekt. De Bruggeling krijgt eindelijk de erkenning waar hij recht op heeft en wat kenners al lang wisten. Guido Gezelle is meer dichter dan pastoor. Tom Lanois, Die Naven en die Rozen, vindt hij het mooiste liefdesgedicht dat er ooit in het Nederlands is geschreven geweest. Dat is nu wel meteen hoe je het interpreteert of... Ja, ik ben blij met al die waardering die bij zoveel literatoren bestaat. Het Brugse evenement Poëzie in Dubbeltijd, een kleine ritselende revolutie, loopt nog tot 23 mei. In Nederland houdt men van boeken en ook de Belgische schrijvers worden er geapprecieerd. En hoe zit het met Guido Gezelle? Zou zijn erfgoed nog gelezen worden of raakt het zo stilaan in de vergetelheid? De Zeeuw van Vlaanderen ging op onderzoek in Zeeland. Mij spreekt de bloementaal.
Mij spreekt de Blomme een talen. Anno 2009 lijkt het werk van Guido Gezelle vergeten te zijn. Zelfs bij de mensen die in de straat wonen die zijn naam draagt. Guido Gezelle. Volgens mij is Guido Gezelle... Want in deze wijk wonen alleen maar... Dus de namen van de straat zijn allemaal van die mannen. Volgens mij is Guido Gezelle... Weet ik niet. Dichter of zo, zeker? Geen idee. Dat weet ik echt niet. Nee. Als je denk ik mensen op straat vandaag de dag zou vragen wie Guido Gezelle is, vermoed ik dat van de 10 mensen die je ondervraagt, misschien 1 of 2 weten wie hij was. En dan zijn dat ook nog oudere mensen die dat zeggen. Nee, ik denk niet dat veel jonge mensen weten wie Guido Gezelle is. Nog maar eens proberen. Wie was Guido Gezelle? Een schrijver die in Terneuzen gewoond heeft. Ja, en die heeft er best wel wat geschreven. Stokske van Olde Barneveld, geloof ik. En dan gedichten over de natuur. Oh jee. Ja, schrijver. We hebben het meer over moderne gedichten, moderne poëzie. Maar als je iets historisch uit wil leggen over de 19e eeuw, dan zou het zo kunnen zijn dat die naam van Guido Gezelle nog wel eens een keertje valt. Maar dat is dan meer uitzondering dan regel. Ik heb helemaal geen idee. Dat is jammer, ja. Ik weet niet. Literatuur uit de 19e eeuw staat nog wel op het lesprogramma. Maar ja, dan concentreer je al heel snel op bijvoorbeeld Piet Paaltjes of op Multatuli of aan het eind van de 19e eeuw op de tachtigers als Kloos en Gorter en zo. Maar in dat verband zou je misschien ook nog wel eens een keer iets kunnen laten horen of iets kunnen voorlezen van Guido Gezelle. Ik gok zelf dat het een man was van die eeuw, dat destijds ook allemaal bomen of zo. Het gaat iets met bomen. Ik weet dat een Guido Gezelle iets met bomen te maken heeft. Weet ik niet. Een meneer. Ja, een meneer. Een schrijver. En die heeft een hele tijd in Brugge gezeten, sowieso. Dat weet ik, buiten Brugge, Sint-Andries. Ooit iets van hem gelezen? Eerlijk gezegd niet. Bonte abelen, wit als watten en tenengader groen. Is het bontabeel gebladerd. Wakker als een wekkerspel, wikkelwakkel waait het snel. Groen van boven is het en zonder minken wit als melk van onder. Als de zinne luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Omdat het over het algemeen toch niet zo lastig is en niet zo moeilijk is en ik er dan vaak ook nog wel bij vertel, vinden ze het draaglijk. Ze prijzen het niet, maar ze verwerpen het ook niet zo heel snel. Maar ze prijzen misschien niks. Uit die tijd vinden ze het al heel snel taaie kost. Hoe kunnen de Oost- en West-Vlamingen en Zeeuwen elkaar beter leren kennen? Wel, de grens af en toe oversteken is alvast een stap in de goede richting. En in onze kalender vind je verschillende evenementen die je daarbij kunnen helpen. Kijk maar. Hardlopers opgelet. Op zaterdag 30 januari is in Koewacht voor de 25e keer de Berlaarloop. Er kan gelopen worden op de afstanden van 3,8, 7,6 en 14,4 kilometer. Op de 14,4 kilometer zijn geldprijzen te verdienen. Voor de jonge lopers is er een speciale jeugdloop. De kippenband op de trein. Tok, tok, tok in het station van Gent. In de trein speelt de kippenband. Aan de drum, Johan de Haan. Hij speelt iedereen van de baan. Elk jaar staat poëzie één dag in de kijker, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Op Gedichtendag, donderdag 28 januari. Het thema is dit jaar over de grens. En dat is niet alleen de geografische grens, maar ook de grens van taal of poëzie als kunstvorm. In Gent is een bezoekje aan het Poëziecentrum zeker eens de moeite waard.
Ook in Sint-Niklaas staat Poëzie Centraal op donderdag 28 januari. Naast de vele activiteiten in de scholen kan je ook terecht in de bibliotheek. Over de grens is een tentoonstelling over dubbeltalenten. Dichters die niet alleen poëzie schrijven, maar ook andere kunstvormen beoefenen. Met werk van onder meer Joke van Leeuwen en Paul Snoek. Maar zeg alsjeblieft nooit, vaarwel en tot nooit meer. Ook in West-Vlaanderen viert men Gedichtendag, al voor de 11e keer dit jaar. Kranten, tijdschriften, internet, radio en televisie klinken en lezen die dag iets poëtischer. En voor een overzicht van alle activiteiten is er gedichtendag.com. Theatergroep Duinart speelt extra voorstellingen van Rode Rozen en Jasmijn in het Spiegeltheater in Middelburg. De eerste is op zondag 31 januari. Het stuk over een jonge vrouw met het syndroom van Down is geschikt voor iedereen, maar zeker een aanrader voor mensen die werken, wonen en leven met mensen met een verstandelijke beperking. Wie houdt van nostalgie en meer bepaald van oldtimers, moet volgend weekend naar Brugge voor de 30e editie van Autoretro. Ieder jaar krijgt één merk extra aandacht en dit jaar is het de beurt aan de Bentley. Nog altijd een toonbeeld van klasse en elegantie. Het verdrag van Münster zegt het je iets, misschien niet meteen. Maar we helpen je graag je kennis van de geschiedenis op te frissen. Tekst en uitleg krijg je nu. Nederland, België. Deze grens werd definitief vastgelegd door het tekenen van de Vrede van Münster op 30 januari 1648. Dit verdrag stelde een einde aan de 80-jarige oorlog tussen de Verenigde Provinciën en Spanje. Deze oorlog werd in grote mate uitgevochten hier op het grensgebied tussen Nederland en België. Als je er vandaag een landkaart bijneemt, lijkt het een merkwaardige verdeling. De onderhandelaars hebben eigenlijk de bestaande oorlogssituatie vastgelegd als definitieve grens. Voor een aantal Vlaamse steden zoals Brugge betekent het voorgoed het einde van de handel. Brugge werd afgesloten van het Zwin en zo ook van zijn voorhavens Sint-Anne-ter-Muiden, Hoeken en Sluis. Bedankt voor het kijken. De Zeeuw van Vlaanderen is er volgende week weer met een ingrijpende gebeurtenis uit een recenter verleden. De watersnoodramp van 1953 in Zeeland. Tot dan.